Open dag Natuurcamping Gijsteren. Mauries terug uit Spanje. Het is vandaag 19 maart, dit is het PNA Journaal. De boomfeestdag in Venraai, die was aangekondigd voor 20 maart, is een week uitgesteld. Oorzaak is de recente vriesperiode, waardoor de aannemer de grond niet heeft kunnen voorbewerken voor de plantactie. De boomfeestdag vindt nu plaats op woensdag 27 maart. Verder zijn programma en opzet ongewijzigd. De boomfeestdag wordt gehouden in de wijk Landweert. De deelnemende basisscholen zijn de Landweert en de Vlaswij met 55 leerlingen van groep 8. Tevens zullen alle aanwonende kinderen van de straat Sleutelbloem meehelpen. Zij planten samen 35 bomen aan in die straat. En het thema van de boomfeestdag 2013 is bomen maken gezond. Aan de rand van onze provinciegrens tussen Marsees en Geisteren ligt het Landgoed Geisteren en de gelijknamige Natuurcamping. Onlangs is het beheer daarvan overgedragen aan twee inwoners van het nabijgelegen Maasdorp. Afgelopen maand namen Carla Keunen en Ron Ebbingen, beide uit Geisteren, het beheer over van Camping Landgoed Geisteren. Komende zondag al houden ze een open dag. Waarom een open dag? Wij willen graag een open dag houden om de mensen in de omgeving van geisteren te laten kennismaken met een camping van het landgoed. En we merken dat, ja, en omstreken dat ze heel vaak zeggen, waar ligt die camping dan? En daarom dat wij als nieuwe beheerders ook zeggen van nou, laat die mensen komen kijken. En dus wordt er na het winterseizoen weer volop gepoetst en gestofd Want zondag moet alles blinken. Maar dat is nog niet alles. Er wordt ook gewerkt aan verbeteringen. Er komt een mooi Terras erbij, overdekt terras, dat mensen droog naar de maas kunnen kijken. En we hebben nog een hele mooie hut, wat we op het ogenblik aan het klaarmaken zijn. Dat is de uh, Ganshof. En dat, wordt echt, dat is echt een plaatje. Ja, je moet eigenlijk als een houten tent zien, maar met, met een mooie houtkachel, een mooie veranda, alles erop en eraan. En die zijn we nu helemaal klaarmaken. En er is afgelopen winter al heel wat gemoderniseerd op de camping. Zo is er bijvoorbeeld wifi, draadloos internet aanwezig. En er komt een pinautomaat. En wat heel belangrijk is, er is ook toiletpapier op het toilet tegenwoordig. Want dat moesten de gasten voorheen zelf meebrengen. Behalve 70 kampeerplaatsen beschikt men hier ook over andere verblijfsmogelijkheden. Maar we hebben ook trekkershutten, we hebben ook nog een jachthut. Waar je het hele jaar door kunt overnachten. Met alle voorzieningen van dien. Dus eigen sanitair, eigen uh, keukentje enzovoort. Hoewel de camping bij het landgoed Geisteren hoort en een natuurcamping is, kunnen er toch veel verschillende gebruikersgroepen terecht. Alle mensen kunnen in principe hier komen kamperen: met een tent, met een caravan, vouwwagen, een camper, fietskampeerders, wandelaars. We zijn een onderdeel van de stichting Natuurkampeerterreinen, dus mensen met een kampeerpasje zijn hier van harte welkom. Het is een natuurcamping langs de Maas, waar veel niveauverschillen zijn. En daardoor voor mensen met een beperking slechts gedeeltelijk bereikbaar. Niet de hele camping, maar het merendeel van de plaatsen is wel toegankelijk voor minder valide. We hebben ook een minder valide toilet en wasgelegenheid. En het is zelfs al ook zo geweest dat er. Mensen hier waren die de zorg meegebracht hadden, dat, uh, die die zorg nodig hadden van andere instanties en dat hier ook gegeven werd. Plannen voor de toekomst hebben beide beheerders genoeg. Nou, eventueel dat er in de toekomst bijvoorbeeld uh, een, een, uh, uh, op een zaterdagavond bijvoorbeeld uh, een, uh, voor een beperkt aantal mensen een maaltijd genuttigd zou kunnen worden in groepsverband. En ze willen in plaats van een autootje met verbrandingsmotor op het uitgestrekte terrein een wagentje op zonne-energie gaan gebruiken. En dat alles in het kader van milieuvriendelijk en CO2-neutraal ondernemen. Nou, ik zou iedereen gewoon graag willen uitnodigen om zondag 24 maart tussen 12 en 5 naar Gijsteren te komen. Het volgende Pelemaas TV Sportgale Venray vindt plaats op maandagavond 23 december 2013... In Hotel Asteria. De organisatie heeft ook het nieuwe thema bekendgemaakt: Night at the Movies. Het zalencomplex in Asteria wordt die avond omgetoverd in een bioscoop Amerikaanse stijl. Film loopt dan ook als een rode draad door het programma van het Sportgala. De genomineerde sporters en teams zijn deze avond letterlijk en figuurlijk hoofdrolspelers van de avond. Sportgala Vendraai maakt op woensdag 27 november de genomineerden bekend dan start ook de kaartverkoop. Michte Moraes uit Venray is terug uit het Spaanse La Manga, waar ze met het Nederlands elftal voor vrouwen onder 19 jaar een internationaal toernooi speelde. Oranje verloor in La Manga van IJsland en Frankrijk, maar won de laatste wedstrijd van Engeland. De 18-jarige Venraaise speelde alle duels mee. Uh, ja, ik heb er een positief gevoel aan overgehouden voor mezelf. Qua resultaat, ja, de eerste wedstrijd hebben we verloren en de laatste wedstrijd tegen Engeland hebben we met 1-0 gewonnen. Dus al met al, ja, voor ons team ja, is het goed geëindigd. Oranje onder 19 probeert zich te plaatsen voor het aankomende EK in augustus in Wales. Het team bereidt zich momenteel voor op het tweede EK kwalificatietoernooi dat van 4 tot en met 9 april in Nederland op het programma staat. En dan ja, spelen wij in eigen land tegen Italië, Zweden en uh, Ierland. Dus uh, daar moet het gaan gebeuren. Mirte Moraes speelt sinds dit seizoen bij FC Utrecht. Ze heeft het hier erg naar haar zin. Ja, ik heb uh, voor mezelf denk ik een goede keuze gemaakt. Uh, heel leuk team, hele leuke trainers. Uh, ja, als Limburgs meisje ben ik daar uh, goed opgevangen. De Venrijse combineert haar sport met een opleiding sportmarketing en de Johan Cruijff College in Nijmegen. Ze weet precies wat ze als sporter in de toekomst wil bereiken. Uh, betaald voetbal spelen. In het buitenland of misschien wel in Nederland. En uh, het Nederlandse A-team halen. Dat is uh, mijn ja, ultieme droom. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur smiddags. Morgenavond is er een uitzending van Sportlicht. Centraal staat Michiel Gerlag, trainer van Thai-boxvereniging Quinn Gym. Weer of geen weer. Bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zijn er perioden met veel bewolking en regen. Morgen overdag is het nog steeds bewolkt. Er zal regen of motregen vallen. Smiddags wordt het hoger als 6 graden. In de namiddag wordt het droog. Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.